Veel ouderen, waarvan sommigen in verpleeghuizen, zijn voor contact met dierbaren op dit moment aangewezen op alternatieve mogelijkheden. Soms zijn de technische mogelijkheden daarvoor niet aanwezig. Daarvoor is hier bij Oldwolde een hele mooie oplossing gevonden. Ik praat met Harm Evert Wouwkens. Hij is van Stichting Vrienden Oldwolde. En onder de arm heeft hij een aantal cadeautjes. Die zijn hier uitgereikt. Vertel eens, Harm Evert. Nou ja, wij als Stichting Vrienden van Oldwolde hadden het idee om de communicatie tussen de mensen die dus hier in het verpleeghuis zijn en de buitenwereld, om daar iets voor te betekenen. Toen hebben we contact opgenomen met Oldwolde en die zeiden van we zijn inderdaad op zoek naar communicatie en dat kan via het glas en met microfoons. Maar wij dachten, wat is nou beter om met tablets mensen van binnen naar buiten te brengen. En we hebben dus 10 van die tablets hebben we aan kunnen schaffen en dat overhandigen we dus aan de mensen van Oldwolde. Nou, dat is een fantastisch idee natuurlijk, want ouderen, ja, die hebben zeer zeker behoefte aan contact. Dus het zal een heel welkom cadeau zijn. Hoe hebben jullie dat gerealiseerd? Nou ja, wij hebben als stichting de mogelijkheid om via donaties dingen te doen die voor de gasten, de bewoners en de familie, om het verblijf te veraangenamen. Met die donaties hebben we dus een kas. En toen heb ik de secretaris penningmeester opgebeld en zei van nou, we moeten eigenlijk met Oldwolde in de slag om tablets te kopen. En we hebben dus met Oosterlengte en met de mensen hier van Oldwolde hebben we de afspraak gemaakt. Jullie kopen 10 tablets en wij betalen dat. Trek starten. Hey, goedemiddag. Oh, ik moet even zo zitten. Goeiedag. Goeiedag, hey. Hoe is nou dan? Hoe is nou dan? Waar? Wat? Kijk, nou, dan loren maar in het water, in de vijver zo drinken. Mooi zo. Robin Doedens, jij bent stagiair hier. Ja. Ja, jij hebt in de praktijk te maken met deze tablets. Hoe gaat dat nou in de praktijk? Lukt dat voor alle ouderen? Ja, op het moment lukt het dus nu wel met de tablets die we gekregen hebben. We hadden eerst onze eigen tablet. Dus ja, we konden maar een gering aantal personen ermee helpen. Want we wilden er graag wel bij zijn. Want ja, de bewoners weten vaak niet hoe het systeem werkt. Dus vandaar dat we hadden maar één tablet en nu hebben we meerdere. Nou kan ik me voorstellen dat dat bij sommige bewoners best even wennen is. Ja, en ook emotioneel. We hebben vaak nu al gezien dat bewoners enorm emotioneel worden. Want ja, je ziet elkaar en dat is een tijdje terug. Dat is gewoon een tijdje geleden. En af en toe misschien een keer voor het raam. Maar nu contact met beeld en geluid, ja, dat is toch emotioneel en wennen inderdaad voor de bewoners. Snappen de meeste ouderen dat ze in beeld zijn en dat ze inderdaad met hun dierbaren praten? Ja, dat doet wel even. Dat is, het kwartje moet altijd even vallen. Maar ja, daarna dan kunnen ze wel goed begrijpen van oké, we kunnen nu met elkaar praten, we kunnen elkaar zien. Dus ja, dat wel. Het werkt wel en jullie zijn blij met het cadeau, neem ik aan. We zijn heel erg blij. We willen echt Lamieur nog bedanken, Lamieur expert in Winschoten. Die heeft het allemaal kunnen realiseren. En Harm natuurlijk met de stichting. We zijn er enorm blij mee, want we hebben ze gewoon nodig. Dus, en hun zijn er ook blij mee, de bewoners. Dus dat is het belangrijkste. Dag! Mooi, doei. Ja, alle borden. Doei, doei.